De Internationale Dag van de Afschaffing van de Slavernij, elk jaar op 2 december, biedt de gelegenheid om stil te staan bij de geschiedenis van slavernij en de blijvende impact daarvan. Deze dag herinnert ons aan de afschaffing van slavernij wereldwijd en benadrukt de voortdurende strijd tegen moderne slavernij, zoals mensenhandel, gedwongen arbeid en uitbuiting. Slavernij was een diepgeworteld systeem dat miljoenen mensen wereldwijd beroofde van hun vrijheid en rechten. In Suriname werd slavernij op 1 juli 1863 officieel afgeschaft, maar de gevolgen van dit systeem zijn nog steeds voelbaar. Het land heeft een complexe geschiedenis van kolonialisme en slavernij die de sociaal-economische structuren en cultuur heeft beïnvloed. Veel landen hebben stappen gezet om slavernij en mensenhandel te bestrijden, maar de realiteit is dat moderne vormen van slavernij nog steeds bestaan, zowel binnen als buiten nationale grenzen. In zijn boodschap benadrukt de president van Suriname dat de bescherming van mensenrechten essentieel is voor de toekomst van het land. Hij stelt dat vrijheid en mensenrechten niet als vanzelfsprekend mogen worden beschouwd en dat we ons voortdurend moeten inzetten om deze te waarborgen. De Internationale Dag van de Afschaffing van de Slavernij herinnert ons eraan dat de strijd voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid nog steeds gaande is en dat we gezamenlijk moeten werken aan een wereld waar menselijke waardigheid en rechten voor iedereen gerespecteerd worden.